allemaal, ik ben Manny en vandaag ben ik met Mila van het YouTube kanaal Mila Malina. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Maar wij hebben hier dus een tent en wij gaan even showen hoor. Wacht even. Mila zegt niet goed. Maar wij gaan een weekendje kamperen in mijn achtertuin. En wij nemen jullie mee wat we allemaal gaan doen. Een beetje gekheid. Jullie gaan het vanzelf wel zien. Dus how to kamperen met Mila en Mandy. In een gezellig. Tent, graag fout, sowieso. Wij gaan als eerste de tent opzetten. Let's go. Kom maar mee. Oh, dit is te klein, hè? Nee. Ik pas hier niet. Ik pas niet in de tent als dit zo klein is. Jawel, dit tent is niet zo klein. 1. Hey. Oh my god! Oh joh, dat gaat... Oh, is het zo groot? Dat gaat sowieso niet goed. Jongens! Oh, dat is echt een hele grote tent. Ineens blijkt die tent zo groot te zijn. Oké, wat we nu gaan doen... Nee, we hebben ons plan veranderd, want de tent is veel groter dan we hadden gedacht. We hebben hier haringen, daar gaan we... Kan je niet in de grond krijgen? Nee, dit zijn haringen. Hoe heet deze dingen? Die dingen die je door de bovenkant doet van een tent. Heel duidelijk. Dat heet tentstokken. 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 Ik heb campingcel sokken met sandalen aan. Jongens, hoe blijft het zitten? Ik heb eens terugpraten, Mandy. Ja. Het lukte niet helemaal met de tent, maar met behulp van mijn vader is het een beetje meer gelukt. Nou, kijk, we gaan toe. De stokken werkte niet. Ja, doe zo. Deze is nog niet... Oh, dus nu werkt het nu wel een beetje. De luchtbed luister. Hebben we opgeblazen en die brengen we naar buiten. Zal ik nou lekker in het donkertje een matrasje erheen poppen? Ja. Die let het in de tent. Ja. De kat zat erin. Yo, de lampjes heb ik hierboven opgelegd op de binnentent. Zodat je dit zo hierboven ziet. We hebben ook nog een klein beetje licht. We hebben ook nog een zaklamp. Dus dat is gezellig. Leuk, sfeer. Ja, prachtig. Wauw. We zitten in de tent. Ja. Hier zijn de lampjes. We gaan de eerste nacht in. Het was niet echt een goede opbouw. Want we kunnen niet zo goed een tent opbouwen. Maar hopelijk is dat grappig om te zien. Wij gaan denk ik nu een film kijken. Morgen en de verder op van het weekend gaan we in de tent. En er rondom nog van alles doen. Oh, maar wij gaan nu even een filmpje kijken. Nee, en dan zien jullie ons morgen weer met onze tentavonturen. Slaap lekker. Dat is zo'n ASMR geluid. Dag 2 van het kamperen in de tent en je ziet hier een camera staan. We zijn nu een sketch aan het opnemen voor Mila een video met typetjes als je gaat kamperen. Het wordt echt super grappig, dus kijk een keer even op Mila haar kanaal om dat allemaal te zien. Pannenkoekjes zitten in ons buik. We gingen nu weer in de tent, ook om de sketch op te nemen en te doen. Warm. Maar het is echt bloedheet. Maak een Polaroid foto. Ten eerste, het zit andersom. En ten tweede, het blijft erin zitten. Het gaat er niet meer uit. Polaroid foto maken gaat fout. Dag 2, kom met me mee. Ik zie alleen niks, maar... Heb je het gevoel dat je in Spanje of Italië zit op een camping? Ben je in de achtertuin? Spelletje spelen! Nou, we volgen elkaar echt. We blijven bij elkaar, Mila. Wat een leven. 1, 2, 3, 4, 6. Nou, ik stalk jou. Ja, het is stalker. Nou, mijn laatste geld gaat naar Mila. Ik heb verloren. Ja. Gefeliciteerd, Mila. Dank je. Op naar het volgende spel.
Jullie dachten altijd voor de grap poep de rol. Dus ik dacht, ik doe lekker poep de rol. De spelletjes zijn klaar. We zijn oude junior song festival liedjes aan het luisteren, want dat vonden we vroeger helemaal geweldig. Misschien moeten we daar ooit een challenge mee doen, maar dat was echt heel grappig. Oh ja, wij hielden daar echt van. Was mijn favoriet. Ik vond het allemaal Main Street. Rachel. Weet je nog wat haar korte haar zo? Ben teenager. Ik zal het zingen, jullie besparen van ons, want wij hebben geen gouden keeltjes. Je waren op de namen kijkt, mama uit help in de keel. Ze is zo uniek. Ja, deze hebben we stoppen voor de gehoorbeschadiging. Wat? Ken je ook nog? Jodelen, jodelmeid uit België. Dit meisje. Hierdoor wilde iedereen leren jodelen. Zing altijd op verliefdheid. Ken je dit nog? Nu gaat ze jodelen. Ik ben Alessandro en mijn liedje heet Una Chica Especial. Hey homie amor, kom je mee, we gaan er voor je. Met me alles hebben we nog. Una Chica Especial. Bovenal hè? Oh. Bovenal, wat zing jij? Mijn mond is groot, maar mijn hartje klein. Dus dat weet ik. Kijk me aan. Dus dat is de enige keer dat Nederland heeft gewonnen met de Junior Song Festival Europees. Echt. Wow. Hij is echt veranderd nu. Je hebt geen zin in de computer. Nou, tot zover het Junior Song Festival. Helaas moeten wij nu ook de tent gaan opruimen. Ook het luchtvet wordt leeg, dus... De tent is opgeruimd. We zijn moe, ja, maar voldaan. Het was erg leuk. Ja, was heel gezellig. Ja, zeker aanrader om een keertje in je tent te slapen als het kan. Grappig. Twee nachtjes. Ja, leuke dingen doen. Gezelligheid. En laat ons blijven. Helemaal leuk. Oh, het was ook een beetje grappig om te zien. Zou ik voor nu zeggen bedankt voor het kijken. Ja, kijk ook even op Nina's kanaal. Daar hebben we ook een leuke met video een sketch. Vergeet geen blauw duimpje achter om te abonneren, te reageren. En wij gaan nu. Weet niet wat we gaan doen. Doei.